Mees, waarom ben jij begonnen met de personal training? Mijn moeder heeft mij voor kerst drie proefsessies gegeven. En dat viel eigenlijk zo goed dat ik het zelf heb doorgezet. Ja, en welke positieve resultaten merk je? Ik voel me een stuk sterker en fitter eigenlijk. De oefening zoals het optrekken gaat een stuk beter. Ik heb minder last van mijn lichaam, bijvoorbeeld mijn onderrug, met dat tijdens het hardlopen en fietsen. Dus dat zijn zeker positieve resultaten. Ja, hey, en wat vind je van de begeleiding? Goede begeleiding, goede trainen. Daarom heb ik ook gekozen voor personal training, dat het echt één op één is. Dat je echt goede begeleiding krijgt voor de technieken, met de oefeningen die je doet. En dat je echt de tijd voor je neemt. Ja, hey, en heb jij verder nog andere voordelen die je ervaart met de personal training? Nou, ik voel me dus, zoals ik eerder ook zei, een stuk sterker. Minder last van pijntjes die ik eerder had met het hardlopen bijvoorbeeld. En het is gewoon fijn om een vooruitgang te zien met de oefeningen die je doet. Ik vind hardlopen en fietsen zelf leuk om te doen in mijn vrije tijd. Maar ik zou mezelf niet zo snel tot krachttraining zetten. Maar onder begeleiding van Dylan vind ik het heel leuk om te doen eigenlijk. Top. Nou, super bedankt. Dankjewel.